Welkom bij deze challenge. Ik speel op Funbridge en ik ben een challenge aan het spelen tegen Ronald. En gaan we eens kijken, meteen de eerste hand. Ik ga 5 handen spelen. Eens kijken hoe we eruit komen. Eerste hand, ja, 20 punten. Ja, je zou hier een aantal dingen kunnen doen. Je kunt 1 hart openen. Dat je singleton uit de aas hebt. Je zou 2 sands kunnen openen. En je zou 2 klaver kunnen openen. Het is het allebei net niet, maar ik vind het nog het meest in de buurt liggen bij 2 sansen toe. Omdat ik met mijn 2 sansen toe meteen mijn punt aangeef. En een 5 kaart hoog kan mijn partner nog uitvragen. Dus die kan ik aangeven. Ik denk als ik geen Niemeyer had gespeeld, had ik iets anders gedaan. Maar we komen in 3 sansen toe. Oké. Ja, interessant. Staat ruiten vrouw. Dat is wel gek, toch? Ja, koning vrouw van ruiten misschien. Geen idee. Nu hard kan ook wat. Laat ik eerst nog eens kijken, of ik een wat klare slagen kan ontwikkelen. Ja, toch. Vrouwen van ruiten, koning en vrouwen. Ik had niet verwacht dat Arjen dat als het ware zou doen. Nou, die denkt, laat ik hem maar eens lekker schoppen gaan uitspelen. Nou, dan verdwijnen de problemen eigenlijk. Schop is hoog. Nou, we gaan even kijken of dat er klaar voor rond zitten. Die zit rond. Dus dan kan er op klaver een harte weg. En op ruitenboer kan een harte weg. En kan ik claimen. Voor een overslag. Ja, oké. Okay. Ik zal eens goed naar de instellingen kijken. Dan wist ik ook niet dat hij met koningvrouw klein de vrouw zou stoten. Een impie. Oké, okay. Een schoppen. Eerst 2 harten. Twee schoppen gaan we voor. 4 schoppen. Nou, dit ziet er wel lekker uit, toch? Op harten. Kan klaver weg. Dus ik ga schoppen niet snijden. Als ik schoppen ga snijden. Dan heb ik sowieso kans op introvers. Ik heb kans dat de klaver worden meegenomen. Wat denk ik dat hij goed zit. Een beetje mazzeltje erbij. Eigenlijk was het een safety play. Maar kan ik nu claimen? Ga een beetje te veel slagen maken, maar ja. Meestal gelukkig die klaver als koning. Kijk, die ruiters kunnen nog overhoop zitten. Dus vandaar dat ik wel even een hartetje troef. Dus harten 10 hoog. Voor het geval het nodig zou zijn. Hoewel, had ook niet nodig kunnen zijn trouwens. Want eruit, ik had ruiten 10 hoog, dus... Alles was hoog. Oké. Okay. Eens kijken. 4 schoppen. Oké, okay. Dit snap ik ook. 3 schoppen is een beetje aangetrokken, omdat je niet echt een kaart hebt voor slam. Um,
Vier ruiten. Vier hart is afwijzen. Ja, en dan gaat partner toch nog door. Ja, wat partner hier doet, is vraagt hier niet naar azen. Maar die vijf harten betekent eigenlijk, partner, ik wil dat je slam biedt met een klavercontrole. Want ontkent nog steeds een klavercontrole. Maar zonder aanslagen is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in die klavercontrole. Lastig spelletje. Hoe gaan we hier weer uit? Zo gaan we hier uit. Volgende spel. Maar het is wel interessant dat je soms inderdaad, als je naar slam gaat, op zoek bent naar azen en soms naar specifieke controles. Ik vind ook wel dat Arjen hier wel een beetje ver gaat met bieden. Maar oké, ik heb hier nu een 4-4-1, dus ik open een klaver. Kijken of ik hier gewoon één schoppen kan bieden. Ja. Hoppa, die maakt het meteen af met drie sans. Ja. Ja. Gaan we hier nog een wat gas geven? Ja, ik denk het niet. Ik heb een singleton harten. Ja, het is wel een beetje houthakbieding van mijn partner. Dus daarom ga ik er maar vanuit dat hij... Er staat hier tot maximaal 17. Maar ik ga er echt niet vanuit dat de partner de 17 heeft. Geen idee. Nee, daarom zie je het is gewoon een minimum. En zitten in het goede contract. Drie sans er toe. Nou, gaan we eerst een rondje zakken. Nou, ik moet eigenlijk natuurlijk eerst mijn slagen tellen. Ik heb drie klare slagen, drie harte slagen. Zes. Twee schoppenslagen is 8 en ruitenaas is 9. Dus ontspannen spelen, het gaat puur om de overslagen. Nou, ruitenvrouw, ruitenkoning. Laten we die andere ruiten ook afstaan voor een ruitenslagje. Daar gaat klaver 2 weg. Dat slagen op rapen, toch? De klaven zijn nu rond en op hart aas, hart en vrouw gaan twee schoppers weg. Dus als ik goed heb geteld, kunnen we nou claimen voor de slagen. Ja. Klaver, een hart en schoppen. Hier met Ronald biedt Arjen 2 ruiten. Ja, dan snap ik dat je wat eerder geïnteresseerd bent in slam. Dus ik denk dat Ronald ook zijn vorige spel probeerde goed te maken. En het slammetje maar gegokt heeft. Is wel opvallend, vind ik weer, dat Arjen met mij en met Ronald toch iets anders doet. We hebben ook een ander systeem ingesteld. Vaak is dat ook wel in zijn voordeel, maar soms is het in mijn voordeel. Oké, nou, de volgende twee spelletjes ook spelen. 5 punten, pas. Nou, ik stem mijn partner een keer. Ik denk wel dat we in 4 schoppen zitten. We hebben gedoubleerd. 5 harten. Ja, weet je... we weten niet wie aan het uitnemen is. Dus wat gaan we doen? Het is een beetje wat je, maar ik ga passen. En ik start de kleur van mijn partner. 5 harten. Oké. 1 slag voor ons. Nou, partner zal een singleton ruiten hebben. Want speel je echt geen ruiten na, maar helaas hebben wij het aas niet. Harten is de
toch van nou, muziek. Gewoon een singleton ruit heeft, dan zie ik nog wel de ruitslag binnenkomen. Ja. Ik krijg hem nog en dat was hem dan. Eens kijken of er nog voor ons in zit. Missen een harpe, twee klaver en een ruitenslag. Ja, daar zit er sowieso ook niet zoveel in. Ik had 50 punten meer kunnen maken als ik had gedoubleerd, maar meer zat er hier niet in. Inschoppen, 12 punten. Nou, ik begin gewoon met twee klaver. Nu wel een aardige hand. De vraag is, vind ik hem aardig genoeg? Kijk, als je hier kijkt wat vier schoppen is, is een minimale kaart. Dan vind ik hem goed genoeg om vier klaver. Ik weet niet of dat betekent dat je controle hebt. Nee, ja, het is moeilijk wat je hier moet doen. Nee. Vier klaver is nog geen controle, vier ruiten. Nee. Ja, weet je, ik bied toch gewoon vier schoppen. Er zit niet veel anders op hier in het spel. Ziet eruit alsof het een prima contract is. Dus een ruitslag in principe. En dubbele schoppen is niet één schoppenslag. Misschien twee schoppenslagen. Nou, even kijken hoe dat zit. Oké, gewoon de dubbele snit, die zit goed, wat op zich prima is. Even kijken, ik kan nu kansen combineren door ruiter aan ruiter heer te spelen en klaver heer. Als dan ergens een vrouw valt, dan is dat goed. Ofwel, ik kan een klavertje naar de boer spelen. Nee, dat is trouwens niet waar. Ik heb helemaal geen entree meer. Nee. Dit is het enige wat ik kan doen. Ruitenaas. Ruitenheer. En dan nog een keer klaver naar de heer. Nou ja. Naar de boer kan echt niet, want dan... Oh, jawel trouwens. De rest keer ik wel mijn contract... De rest keer ik niet mijn contract, want ik heb mijn contract altijd binnen. Even denken, dan heb ik 50% kans op die overslag. Nou, laat ik het niet doen. Ik had het moeten doen. Nee, het maakt niet zoveel uit. Het maakt natuurlijk wel uit als je wel in slim zit. Dus wie weet komen daar nog wat impies terug. Ik zeg dankjewel voor het kijken. En graag weer tot een volgende challenge. De groeten.